dat dit geen drippel. Als dit geen drippel is. Als dit geen drippel is, dan hier zit die vast. Nee. Nee. Het is een drippel. MAK onder 19 promoveerde zo'n 6 jaar geleden naar de Eredivisie. In het team twee vrienden met een veelbelovende voetbaltoekomst. Eén van de twee is het ook echt gelukt met betaald voetbalclubs in binnen- en buitenland. De ander ging helaas ten onder aan blessureleed. Een nieuwe Vrienden van Voetbal met Sidney van Hooijdonk en Nout Egli. Twee talenten promoveerden op een gegeven moment naar de Eredivisie. Jij kreeg te maken met blessures. Wat ging er mis? Ja, je kan wel stellen dat ik de man van glas ben. Ik heb kunnen toekijken hoe die andere gasten en Sidney promoveerden uiteindelijk naar de Eredivisie in de onder 19. Hoe was dat om te moeten toekijken zoals je het zelf noemt? Ik zou liegen als ik zeg dat dat makkelijk is geweest of dat het me niks deed. Maar ja, je gaat toch wel denken van wat als ik niet geblesseerd ben, wat als ik niet mijn kruisband had gescheurd, waar had ik dan gestaan? Maar uiteindelijk gun ik de gasten ook en nu met Sidney ook, dat ik eigenlijk nooit het eigenlijk lastig heb gevonden dat zij succes hadden en ik niet. Op een gegeven moment stond jij in grote stadions, onder andere bij Bologna. Hij was constant geblesseerd. Voelde jij je wel eens schuldig? Schuldig niet, alleen ja, het is toch van ja, jij staat er en anderen niet. En waarom zou jij het zeg maar meer verdienen dan anderen? Dat is wel soms, maar ik denk dat ook gewoon door zeg maar wel leuke dingen die ik ook heb meegemaakt, dat ik ook mijn vrienden zeg maar, waaronder Nout ook dan, heb mee kunnen nemen daarin. Dat probeer ik altijd wel te doen. Mooie wedstrijden, mooie tripjes. Hey Nout, Sidney is niet vergeten wie zijn vrienden zijn. Nee, zeker niet. Ondanks het succes. Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik wel beamen. Was jij bij zijn debuut? Ja, ook. In het betaald voetbal? Utrecht. Hoe was dat? Ja, het was echt super mooi als je je vriend debuut ziet maken in betaald voetbal. Op een gegeven moment moet het moment wel komen van ja, wanneer gaat het nou een keer gebeuren? En dan is het altijd wel mooi als je erbij bent. Toen speelde Nacht nog in de Eredivisie. Ja. En toen dacht je echt van ja, dit, uiteindelijk wil je altijd dit. En toen had je dat echt soort van gehaald. Ja, eigenlijk heb je nog helemaal niks. Maar op dat moment voelde dat niet zo. Toen dacht ik echt van ik heb het nu een soort bereikt. Dat dacht ik toen echt even in het begin. Heeft het feit dat hij op een zeker moment doorbrak, een prof werd en jij niet, heeft dat invloed gehad op jullie vriendschap? Nee, nooit eigenlijk. Nee, ik was eigenlijk alleen maar trots en blij voor hem. Hoe zie jij dat, Sidney? Altijd gewoon hetzelfde gebleven eigenlijk. Chillen, samen voetbal kijken, darten, PlayStation, kaarten. Het is eigenlijk altijd gewoon een beetje spelletjes spelen, dat doen we vaak. Ik zag op jouw Instagram dat je een enorm dartfan bent, hè? Ik vind darten wel leuk om te kijken. Elke donderdag kijk ik wel Premier League. Let's play some darts. Dat is een leuke. Wij gaan darten. Ja, dat dacht ik al. Het is heel simpel. En ieder mag 3 keer schieten. En de verliezer is straks het slachtoffer van Kontje Knaar. Oef. Ouderwetse straf, yes. Leuk. Steen, papier, schaar voor wie er begint. Kom maar. Hij begint. Oh, die is niet slecht. 15'tje. Dubbel 15, toch? Nee. Kijk. Ik heb een trippeltje nodig. Yes! Ah, die telt gewoon. Nee, die nog een keer schieten hoor. Kom Nout, opnieuw. Ja. Hij is eraf. Zo dichtbij. Ja, zo leg. Nout. Met een kapotte hamstring. Nout. Hij legt hem telkens een steentje vol. 2. 17 hè. Ja. Jij legt hem bijna op de parkeergarage. Jij legt hem al bijna in het bord. 10. Een trippel. Nee, dat is geen trippel. Als dit geen trippel is. Als dit geen trippel is, dan hier zit hij vast. Nee. Eerste overwinning van de dag is alweer een feit. Oké, jongens, jullie willen de uitslag weten. Ja, graag. Deze is voor Nout. Dan zijn hier wat mensen die de dartregels niet kennen, maar volgens mij is dat een trippel. Ik kan echt niet tegen ze verliezen. Ja, maar iedereen heeft gezien dat het een trippel is. Iedereen heeft het gezien. Dan ga ik nu met de VAR overleggen, jongens. Zo zat hij. Nee, zo zat hij. Kijk maar. Jongens. Nee. Zo zat hij. Jongens, ik ben hier helemaal klaar mee. Ik heb 1 oplossing.
We gaan allebei nog één keer schieten. Oh, dit is zo dik. 3. Kom aan! Sydney van Hooydonk. Hoeveel is dat? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wauw! Dan verdien je het om te verliezen. Oh my god, man. Hoe kan je missen? Jongens, één ding is zeker. Jullie zijn echte vrienden. Slechte verliezers, maar echte vrienden. Ja, kan ik beamen. In goede en slechte tijden. Ik heb nog een boodschap voor jullie van jullie oude trainer. Hey Sid, hey Nout. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Jullie zitten diep in mijn hart, jongens. Ik heb van jullie genoten. Jullie weten dat jullie belangrijk voor me zijn. Ik blijf jullie altijd volgen. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat richting de toekomst. Oké, maak er iets moois van. Hey, dit raakt mij zelfs, man. Leuk om te zien, ja. Mooi filmpje. Leuk om weer even te zien en mooie woorden. Thanks, boys. Top, was leuk. Ja, dat was echt leuk.